Nou, wat wij gaan doen is op dit moment goed luisteren naar de vele emoties die mensen bevangen als het gaat om wat er op dit gebied gebeurt. En we zien dat hele grote groepen mensen begaan zijn met het lot van de dieren en ook veel mensen verontwaardigd zijn over wat zij zien gebeuren. En wij willen daar op dit moment gehoor aan geven door ook bescherming te bieden aan de boswachters die hier hun werk doen. En vaak al dat commentaar moeten laten welgevallen en de mensen die bij Staatsbosbeheer hier hun dagelijkse taken hebben. En daarom willen wij tijdelijk, tijdens deze extreme vorstperiode, de dieren bijvoederen. Want wat is precies de aanleiding om dat nu te gaan doen? Nou, die aanleiding is eigenlijk alleen het feit dat de emoties oplopen. Dat we merken dat heel veel mensen ernstig verontwaardigd zijn over wat er gebeurt. En dat wij daar gehoor aan willen geven. Dat staat helemaal los van de feitelijke aanpak die in de toekomst gevolgd gaat worden. Want we weten met elkaar dat er al jarenlang wordt gediscussieerd over de manier waarop dit gebied moet worden beheerst. Daar werken we aan om daar voor eens en voor altijd een goede oplossing voor te bedenken. En daartoe is bijvoorbeeld de Commissie van Geel aan het werk, die helemaal onafhankelijk van ons en iedereen voorstellen ontwikkelt die blijvend aan alle discussies zoveel mogelijk een eind moeten maken. Dat moet onafhankelijk van deze ontwikkelingen doorgaan. Die Commissie van Geel is ook niet betrokken bij wat wij hier nu doen. Dat staat er helemaal los van. Dus we werken aan plannen voor de toekomst wat betreft het beheer van de Oostvaardersplassen. Maar om tegemoet te gaan komen aan de enorme emoties die er zijn onder mensen. En de begaanbaarheid met het lot van de dieren hier in de Oostvaardersplassen. En ook de aangekondigde demonstraties van het komende weekend. Hebben wij besloten om van Staatsbosbeheer te vragen nu de dieren tijdelijk bij te voeren. En wat vindt Staatsbosbeheer van? Want zij waren al lange tijd aan het strijden om het juist niet te doen. Ja, maar dit staat in feite ook helemaal los van alle wetenschappelijke verhalen die betrekking hebben op wat goed is en wat niet goed is. Staatsbosbeheer heeft ook te maken met heel veel mensen die zich wenden tot hun, die zich hier komen melden. Bijvoorbeeld ook mensen die zelf de dieren willen bijvoederen en zelf allerlei voedsel over de hekken gooien naar de dieren toe. Dat is een zeer ongewenste ontwikkeling en daarom hebben zij ook ingestemd met dit bijvoeren. Zij doen het zelf. Geven het goede voer aan de dieren en verdelen het ook zodanig dat het beste effect heeft. U zei het al, het is een tijdelijke oplossing. Wat is dat dan, tijdelijk? Tijdelijk wil zeggen dat er is nu een behoorlijke en pittige vrieskou. Dat is eigenlijk ook de periode die we gebruiken om dat bijvoeren te doen. En daarna, als de omstandigheden weer normaler worden, dan houdt het op. Dat kan dus zijn een paar dagen? Dat kan een paar dagen zijn.